Here we go. Dit is het nieuwe Glow FM. Groot Eindhoven. FM 94.0. Nu, even Chill FM. Bernard Galsenberg, alles wel? Een hele goede avond. Hele goede avond. Hi, je bent live hier op Glow FM. Ja, er is een en ander gaande. Ik weet niet of je dat mee hebt gekregen. Ja, dat kun je wel zeggen. Hè. Ja, kun je het even kort omschrijven wat er exact gaande is voor de luisteraars? Nou, we waren in België, in de gemeente Haarlem. En daar deden we gaan onze dagelijkse dingetje. Mm-hmm. Gaan lekker de boel een beetje ophypen en een beetje gas erop. En ja, we gooien af en toe even die tieten bloot. En met een beetje wodka gooien. En dat werd niet geapprecieerd trouwens ook. Ja. Maar nou begint die burgemeester te zeiken. Hé? Ik zei, nou begint die burgemeester te zeiken. Ja, nee joh, ik denk dat gewoon een paar ouders die hebben moeilijk lopen doen. En die hadden zoiets van, hoe heet het? Die beginnen moeilijk lopen doen. Laat mij nou even lekker praten. Je zit tegen me aan te houden in die auto. Echt, word helemaal gek van. Nou, dus, en die burgemeester die heeft gewoon zoiets van, ja, die moet dat natuurlijk gaan doen, weet je wel. Ja. Die moet dan actie ondernemen. Maar ik denk dat het allemaal wel ontsluit zit. Ja, het loopt wel met een sisser af. Maar ik heb zoiets van, ja, what the fuck. Die boekers die weten hoe jullie te werk gaan. Ja, precies. Ja, en dan, ja, goed, het is simpel. Ja, die boekers die zullen ook niet klagen, denk ik. Want die weten wat jullie komen doen. Huh? De tent op zijn kop zetten. Carnaval vieren, ja, zo zie ik het. Ja. Ja, en, maar goed, ja, het zal waarschijnlijk met een sisser aflopen, zoals jij zegt. Maar... Ja, nou, nee, ik zou je zeggen, dit hele verhaal kwam een beetje in de media. En de volgende dag kwam de eerste boeking uit België binnen. Dus, geweldig. Ja, dus... Er zijn ook mensen die er wel op zitten te wachten natuurlijk. Ja, wanneer komen jullie weer een keer naar Eindhoven? Wanneer komen we weer naar Eindhoven? Nou, we zijn regelmatig in de buurt daar zo. Ja, is het een keer cool om hier een live sessie te komen doen hier met Glow FM? Lijkt me wel lachen. Ja, je moet even kijken op facebook.com/dekraaien. Mm-hmm. Daar staan zeg maar zo'n beetje alle optredens wel erop. Dus... En dan komen we zeker even langs, of jullie komen langs, maakt niet uit, gaan we even lachen, ja toch? Ja, helemaal top man. Ja, nou, bedankt dat je even ons te woord wilde staan. Is goed man, is goed. Hey, super, veel plezier vanavond nog. Is goed, oké, later. Hoi. Ja, voor de mensen die niet weten wie dit was, natuurlijk een van de jongens van de kraaien. Die hebben zijn tent op de kop gezet. Brian, ja, was even een goede actie natuurlijk. Even snel schakelen, inderdaad. Ja, even nog voor een nadere toelichting. Ja. Die jongens die waren inderdaad net terug of onderweg naar of van een optreden. Mm-hmm. Dus daarom was het een beetje chaotisch en een beetje snel geregeld en zo. Dus, ja. Misschien wellicht binnenkort bij ons in de studio. Ja, ja, inderdaad, geweldig. Ja, zoals ik al zei, iedereen weet natuurlijk dat hun, als hun komen, dan zetten ze heel de tent op zijn kop. En iedereen weet hoe hun te werk gaan. En ja, goed, en die burgemeester die moet dan, die moet dan wel iets doen. Naar buiten toe ook, weet je. Ja, daar heeft hij ook wel gelijk in. Ja, heeft hij ook gelijk in, dat is ook zo. Maar ja, goed, kom op. Niet zeiken. We zijn de kraaien, zet de tent op zijn kop. Geweldig, goed. We gaan meteen verder. Je kan nog steeds mailen natuurlijk. Even chillen met glowfm.nl. Wil jij wat kwijt, dan mag je daar naartoe mailen. Of als je een track wil aanvragen, mag het ook gewoon. Via Twitter en via sms. Sms gewoon glow spatie 30, of je bericht naar 3010. Heel simpel.